Een goedemiddag, ik ga een stukje meelopen met de mannen en dames die even in een buurt gaan waar kinderen zijn. Even een stukje meelopen, want schema voor Mifaya. Thank you.
mensen. Naar de hoek is leuk. Ik heb eventjes meegelopen. Dat is ook wel leuk om te doen. En middel op Jugu Jugu. Even iets positiefs in de buurt te gaan. En anderen ook, jongeren ook misschien te motiveren. Om zoiets ook te doen. En ze aan te sluiten bij een padvindersvereniging. Altijd goed. Goed voor jongeren. Je motiveert ze, je stimuleert ze. Ze krijgen discipline. Goeiedag! Schattig. En dan hopen we dat het beter zal gaan. Ik ga rennen. Even nog naar Quinn. Wat boodschappen afgeven. Rennen, douchen en om 7 uur een afspraak. Mag niet laat zijn. Ik ben bezig met tijdens de vorige 2 weken geleden was er een seminar van Diaspora. Ik heb toen gezegd, wat doen we? Laten we bij elkaar komen. Nou, ik ben dus de trekker geworden van de groep. En we gaan vandaag vergaderen. Ik heb al gesprekken gehad met de voorzitter van DIN, voorzitter van DIS. Diaspora Instituut Suriname, Diaspora Instituut Nederland. Ik heb 5 mensen uitgenodigd. Een werkgroep ga ik vormen om te gaan kijken, wat kunnen we doen? Hoe kunnen diaspora niet helemaal praten, maar ook wat kunnen we concreet doen? Want we praten zo mini. En ik hou van praten, maar ik ook nog meer van doen. Ah, bon, we gaan eventjes meenemen naar de buurt. Nou, kun je gelijk even kijken. Ik ben hier op Casabaola. En mijn auto staat... Oh, mijn vader. Oké. Okay. Nog een aardig stukje teruglopen. Hoe laat is het? Oké. Okay. Zal ik doen, Sharda? Eergisteren was de gasbom leeg. Want mensen zijn gaan hamsteren, denk ik, gasbommen. Was nergens te vinden. Hij heeft er gelukkig eentje vandaag gevonden. Is van de week boodschappen gebracht. Eten gehaald voor ze. En daar helpen waar we kan. En dat kan ik doen door mensen doen. Ik ben blij dat de ene meneer daar nu een plek heeft. Hé, ik hoor een vlieger. Wat zie je nu? Goeiedag. Ik dacht dat ik een vlieger hoorde. Dus we lopen een beetje in de buurt. Ik ga ze hebben oorlog hier. Maar de sloten, wat mij betreft. Oh, ik zie hem al daar. Ah, goedemiddag. Oh, ik zie die vlieger. Hoe leuk. Dat vind ik nou, daar word ik zo blij van. Doet me denken aan mijn jeugd. Ik zie mijn auto afstaan, het staat er nog. Ik ben gewoon longo. Nou, dit is ook weer een andere buurt dan waar ik van de week was. Dit is Casabaola, mensen. Zit die vlieger daar? Kunt u het zien? Je hoort het geluid, hoor ik zo dacht. En die jongen was daar net, zag ik. Hij heeft een hele lange draad. Kijk het daar. Maar dichterbij. Goedemiddag. Zie je dat? Nee, ik heb niet gehoord wat oma heeft gevraagd. Leuk. Aan het doen met de vlieger. Zo jammer, vroeger zag je constant vliegers in de lucht. Dit man houdt hem stil, geweldig. Nou, die kleine mag ook. Ga kijken, die mag ik ook. Ik kan een vlieger. Kijk die vlieger daar. Oh, hi, Ria. Hey, daar. Zo. Zo. Heel leuk. Ja, zo leuk, ja. Het was, vroeger was er heel veel, dat zie je bijna niet meer. Ja, maar nu is het niet meer, het is een beetje boos geworden, dus ja. Waarom? Ik denk dat ze een plaats maken voor die oké. Ik kan mooi komen. Ik kan mijn vrienden hebben, ik kan mooi komen. Wie is de beste? Jij.
In vliegtuig. Ja. Ja. Oh, je hebt zelf gemaakt? Ja. Zo. En wie kan het beste het ding doen? Vliegeren. Weet je die jongens daar. Oh, ze maken eentje ook? Ja. Hebben ze ook zelf gemaakt? Ja. Sam! Leuk! Zeg, dan gaat mensen het laat van mij met. Ga je ook vliegeren? Ja. Gaan jullie vliegeren? Ja. Zelf gemaakt? Ja. En moet het vasthouden? En dan? Ga je rennen of wat? Hij gaat trekken. Oké, wacht, ik ben Milo Koenbimasha. Zijn die niet? Oké, deze houdt het vast. Ja, altijd al geweest hoor, Cora. De elektriciteitsdraad hebben we altijd al gehad. Die mevrouw gaat even eruit en zo lang. Oh, ik moet opschuiven, jou, meneer. Me frustreren als zaak. Oké, dan gaan we het zien. Zo leuk. Maar hij moet nog hoger, hè? Ja. Maar ja, de wind. Ja, dit is grappig. Jij moet verder of zo? Jij weet er alles van. Wat moet hij nu doen? Ik ga het opnieuw optrekken. Oké. Opnieuw optrekken. 18 uur rijden, Ali. Ik ben op Kasaba Olo. 1, 2, 3. Kijk die ene daar in de lucht. Waar wacht je op? Oh, je wacht op de wind. Jammer. Dankjewel, ik ga verder. Anders kom ik helemaal laat. Ik ben aan de Kasaba Olo, ik weet niet hoe die straat hier heet. Ik ga er gauw vandoor. Die zijn zo bemoeien met Galuku. Nee, maar ik vond het wel leuk. Om even te kijken naar de Valikari, de padvinders. Moet ik even kijken hoe ik weer terug ga hier. Om ik gewoon helemaal pas in Sandosabi. Geweldig. Ja, ik vind het mooi. Kijk eens hoe mooi de jonge mensen zijn bezig zijn met vliegeren. Dit is wat ook veel meer gestimuleerd zou moeten worden door bijvoorbeeld buurtmanagers of resourceraadsleden. Dat je een soort van wedstrijdje houdt in de buurt. Hè? Dat zoiets, weet ik veel. Ja, ik heb wat makkelijker kletsen waarschijnlijk. Maar we moeten het samen doen. Wat is dit? Oh, ja. Oké. Ik ga u gedag zeggen. Ik zit er helemaal niet uit. Helemaal voor vrij. Ik kan zo nooit een man vinden. En ik ga reizen naar Quinn. Naar huis douchen en naar mijn vergadering. Wow, ik moet rennen. Later. Gelukkig hoef ik niet te rennen. Kan ik met de auto racen. Ciao, ciao. Met mijn kaya weer. Later.